Ja, hallo allemaal, dit is Björn, oftewel Bliefjes, en van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Let's Play Train Simulator Classic, met Bliefs natuurlijk. Goedemorgen machinist, voor u staat gereed, sneltrein 2227 naar Amsterdam Centraal. Tot en met Dordrecht rijdt u als stoptrein, maak uw trein gereed en laat de passagiers instappen. Uw vertrek staat gepland om 9 uur 39, een fijne rit. Nou, doe eventjes deze aan, en... Eenvoudige modus. Geavanceerde modus. Dat gaan we zeker wel doen. Even kijken. Wij mogen hier straks uitrijden met 80 als het goed is. Dus ik zet voor nu de koerscontrole even naar 80. Zo. Dat is dat. Terwijl hier een mooie ICR-stam volgens mij voor ons uit vertrekt. Wat hartstikke mooi is. Dus dat ziet er wel heel erg mooi uit, moet ik zeggen. Ook met stik, wel met die wagons trouwens. Zoals jullie kunnen zien speelt dit scenario af dus in, hoe moet je het zeggen, in het verleden tussen twee haakjes. Dus ja, dat ziet er wel cool uit. En volgens mij vertrekt daar ook nog een, daar vertrekt of komt een trein aan? Ik denk dat die aankomt, als ik het zo zie. Ja, die is aangekomen, deze. Alright, nou, zoals jullie kunnen zien, wij zullen stoppen hier in Breda. Breda, Prinsenbeek, Lage Zwaluwe, Dordrecht, Dordrecht-Zuid, Dordrecht. En dan gaan we door naar Rotterdam. Helemaal. Dat is wel een leuk stukje in ieder geval op de rij. Zoals jullie kunnen zien, we gaan dus naar Rotterdam Centraal met deze stoptrein. Zoals jullie kunnen zien, we hebben geen koersborden. Dat komt omdat het de oude DDR-stammen zijn. Die hebben geen, koersborden. Dus wij doen het deze keer eventjes zonder koersborden. Nou ja, dat gaat ons ook wel lukken natuurlijk. Dat is op zich niet het probleem. Ik heb even een mooi tyfoontje. Dat is in ieder geval een stukje beter. Maar ik heb ook bewust wat meer tijd gepakt, omdat ik best wel wat comments heb te behandelen natuurlijk die wij de afgelopen keer hebben gedaan. Hier vertrekt trouwens de mat. Die gaat naar Den Bosch, of Hertogenbosch, het is maar net hoe je het zou willen noemen. Die rijdt hier ook inderdaad, staat er ook, Hertogenbosch. Alleen het tijdstip is wat anders, maar goed, dat boeit niet zo heel veel. Want je kunt niet al deze borden maar gaan lopen repainten en dat soort dingen, daar zit veel te veel werk in. Dus ja, nou is even de vraag, wie gaat als eerste vertrekken? Zijn wij dat? Of is dat een ander? Maar ik zet nu netjes even de pantograaf omhoog. Wij hebben ondertussen al groen zijn. Betekent dat wij dus inderdaad met die 80 km per uur, zoals ik had geopperd, wij inderdaad mogen vertrekken. Dus dat is mooi. Wat ik eerst nog mooi vind, is als je nu de richtingsschakelaar naar voren doet. Ding! Oh, lovely. Simply, simply lovely. Alright, de deuren die gaan dicht. Nou, dat betekent dat wij onze remmen... de remmen staan al vanaf. Dat wij kunnen vertrekken. En het lijkt erop dat wij tegelijkertijd kunnen gaan vertrekken met... hoe heet dat? Met de andere 1800 die naast ons stond. Alleen, wij zijn wel iets sneller met tractie, zo te zien. Hartstikke mooi. Nou, wij zijn zeker van sneller. Doei. Zie je later. Misschien, of misschien ook niet. Zo. Ik ben wel benieuwd waar hij dan heen gaat eigenlijk. Of moet hij voor ons stoppen? Ik ga weer oprecht aan. Waar gaat deze Jopie echt naartoe dan? Want hij rijdt wel lekker achter ons aan. Lekker chill. Uiteindelijk moeten we naar het volgende spoor. Of hij gaat misschien via de flyover, gaat hij de andere kant op. Dat zou nog wel kunnen. Dat hij via de flyover de andere kant op gaat. Ik ben wel even benieuwd eigenlijk. Ik wil hem wel eventjes ons laten... kijken of hij ons nog een beetje kan bijhouden. Voor mij gaat hij al sneller nu. Ja, hij gaat al wat sneller. Dat is mooi. Ik laat de bus even wat sneller gaan. Wij mogen nu trouwens ook wat sneller gaan. Even kijken. We hebben nu 130. Nee, 120 nog. Oh, hij gaat via de flyover, gaat hij.
inderdaad nog even langzamer rijden, denk ik. Even kijken of wij dit mooi getimed krijgen nu. Of we hebben gewoon net pech gehad. Dus het gaat of net niet goed, of net wel goed. Ik zeg van wel, dit kun je mooi in beeld brengen. Pauze. Yes. Dit krijg je inderdaad zo wel mooi in beeld. Yes. Daar wachten wij dus natuurlijk eventjes op, hè, want dit is natuurlijk mooi om te zien. Zo. Maar wij moeten zometeen wel stoppen bij Prinsenbeek trouwens. Maar hij mag wel vast op 140. Dat mag wel, zo. Maar wij moeten zometeen stoppen bij station Prinsenbeek. Zo, tractie even loslaten nu. En dan komen we zo meteen aan op station Breda Prinsenbeek. Even kijken, hoe laat moesten we daar zijn? 43? Oh, dan zijn we daar wel mooi op tijd wat mij betreft. Even kijken, we hebben dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 bakken in totaal, maar met de lok erbij zit je op 7. Nou, we komen in ieder geval mooi het station binnen gereden, eerlijk is eerlijk. Nou, dan kunnen we best wel tussen 7 en 8 kunnen we hem wel, of tussen 6 en 8 kunnen we hem prima zetten. Zo. Deze natuurlijk even is neutraal, omdat het namelijk kan. Nou, als we hier zo meteen wegrijden op Prinsenbeek, dan kunnen wij ook nog even wat comments gaan doornemen van de... van de vorige afleveringen natuurlijk. Zoals je kunt zien, het is best wel een aardig lang scenario. Volgens mij was het iets van 50 minuten of zoiets dergelijks. Maar dan heb je natuurlijk ook wat. Volgens mij fluit het al af, dus ik ga vast even in de cabine zitten. Dan kunnen we verder gaan. En dan gaan wij nu op weg naar station Lage Zwaluwe. En dan, ja, ik heb best wel wat video's waar we aardig wat comments bij zaten in ieder geval. Dus even kijken. Deze comment is van de video tour van Lelystad naar Zwolle reden. Dat was met de ICNG was dat. De Lego Grand Prix die vraagt, rijden deze treinen al in real life? Zo ja, waar? Dan kan ik er een keer een los ritje mee maken. De ICNG rijdt nog niet in real life. Je kunt er wel een train simulator rijden, maar in het echte leven is die helaas nog niet operationeel. Jesse de Groot. Een tijdje terug was er kortsluiting ontstaan bij een verdeelstation in Dronten. Helaas met als gevolg dat er veel dingen beschadigd zijn aan het spoorinfrastructuur en er voor langere tijd geen treinverkeer mogelijk is. Bij de woonwijk in de buurt van station Kampen Zuid of Dronten hebben de straatnamen een spoorgerelateerde straatnaam. Oeh, dat is wel geinig op zich. Dat wist ik helemaal niet, hè, dat dat überhaupt was. Maar dat is wel een leuk weetje, dankjewel Jesse. Dani van Enk, vanwege de beperkte Nederlandse verkantingsnormen bij de Hanslijn, de boog net voorbij Lelystad Centrum 180 km per uur en de boog bij Kampen zelfs 160 km per uur. De treinen kunnen niet veilig volgens de Nederlandse normen door die bogen rijden met snelheid hoger dan dat. De rest van de Hanslijn is natuurlijk 200 km per uur. Oh, dat zijn allemaal weetjes die ik oprecht nog niet wist, dus altijd wel leuk om te weten.
René Gubbels, briefjes leuk gereden met de ICNG als test van Lelystad rangeertrein. Station Lelystad naar het eindpunt station Zwolle. Is een hele mooie route. Je was overal netjes op tijd. Ik kijk uit naar je volgende scenario. Ik ben fan van jou en je video's. Dankjewel, René, daarvoor. O-Space Sportus Trainboy. Het was een leuk, snel scenario, maar volgens mij was je de reacties vergeten. Niet zo heel erg. Ik had alleen nog een vraag. Ik keek je serie van Bus Simulator 18 en je zei nog dat je veel van dat je wel veel van wat je jammer vond. Nou heb ik Bus Simulator 21 en ik raad het je zeker aan. Als je het koopt, dan moet je erg zeker een serie van maken. En als je dan wilt, laat ik je ook wel in een multiplayer sessie samen in een video. Als je dat ook wil. Oh, we gaan iets te snel, maar dat komt zo meteen wel goed. Zou je mij hiervoor een stream willen toevoegen? Laat me weten of je het leuk vindt. Met vriendelijke groeten, Timo. Timo, ik maak verder geen video's met mensen samen. Ik ben gewoon alleen of met andere streamers. Dat is een ander dingetje. Maar voor de rest doe ik niet heel veel dingen samen. Omtrent Bus Simulator 21. Het probleem waar ik momenteel mee zit is dat sinds een grote schoonmaak die wij in huis hebben gehad, ik de reflectoren van mijn TrackIR kwijt ben geraakt op de een of andere manier. En die reflectoren die zijn nodig om TrackIR te kunnen laten werken. En aangezien dat onderdeel momenteel vrij schaars te verkrijgen is, lukt het mij nu niet om dat soort video's te maken. Dus dat valt ook, Firmbus valt eronder, Euro Truck Simulator valt eronder. Dus ik moet daar een oplossing voor vinden, maar ik weet alleen nog niet wat. Dus daar moet ik dan even op terugkomen. Bert van Münster. Leuk dat je dit scenario reed, Bjorn. Bijzonder eraan is dat je nou geen treinen tussen Lelystad Centrum en Dronten meer rijden, omdat er een stuk hoogspanningsleiding in de bovenleiding van de spoor gevallen is en een groot deel van de beveiliging kapot gemaakt is. Tevens ook de stroomvoorziening getroffen is, waarbij de brand en de stroomstoring in Noord-Flevoland klopt. Daar was ik wel van op de hoogte, hoor, van die grote storing. Daarvan ben ik zeker wel op de hoogte. Dus dat is geen nieuw nieuws voor mij in ieder geval. Dus dat was inderdaad wel een hele bijzondere. Ook voor mij wel een beetje, hoor. Alright, we moeten zometeen stoppen. We wachten even tot we dat mooie bordje tegenkomen met die mooie S. Die is daar. Dat bordje is niks meer eigenlijk dan een soort van verkend bord eigenlijk. Oh, wat moet je nog een AKI-installatie staan? Zelfs cool zeg. Zometeen 80. En dan komen wij nu aan op station Lage Zwaluwe. U kunt hier uitstappen in de, op de rijrichting rechts. Komen we nog ietsje ja, te langzaam binnen eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Even kijken, wij moesten hier om 50 pas zijn. Om 51 vertrekken, goeiedag hé. Dan waren we wel redelijk vroeg als je het mij vraagt. Nou ja, dan kunnen we gewoon wel lekker rustig binnenrijden wat dat betreft dan. Nee, je ziet nog goed dat het zijn onze verte. Ja, die is geel. Oh, kijk. Daar is een Thalys. Die gaat niet over de HSL, die Thalys. Waarom gaat de Thalys niet over de HSL? Dat is bijzonder. Zal het een omgeleide Thalys zijn dan? Oh. Oh, daar ben ik. Huh. Dat lijkt op een omgeleide Thalys. Zal ik eens op de map kijken wat het is? Nee, die gaat gewoon naar Amsterdam. Oké. Heb ik geen verklaring voor. Ik zou het niet zo snel weten. Even kijken. Spoel ik de tijd hier wel even een klein beetje
door. Dan is het nog een beetje verwaarloosbaar. Zo. Dan kunnen ze zometeen kunnen we dan weer gaan vertrekken. Ik wil ook wel nog een drive-bytje doen trouwens. En nee, ik vergeet vooral niet om de tweede pantograaf elke keer omhoog te zetten. En vooral weer naar beneden te doen. Ik moet zo meteen trouwens wel even opletten wat de ATB nog zegt eigenlijk. Daar heb ik niet heel erg op gelet. Oh, wel 130, oké. Okay. Aangezien 130 nu is, zet hem ook even terug naar 130. Alright. Busje 35 zegt, mooie rit met het boefje. En Pavel, of Pavel, hey Bjorn, wanneer rijd je weer eens in de DDZ? Nou, we rijden nog geen DDZ, maar we zitten wel een klein beetje in de buurt, toch? Niels Jorisma zegt, leuk gereden, beliefjes. En Emmanuel zegt, nou op de lijn wordt de komende tijd helemaal... niet getest. Nee, dat klopt inderdaad. Er wordt de komende tijd inderdaad niet getest. En dat heeft inderdaad alles te maken met die mooie storing natuurlijk die we nu hebben. Even kijken. We kunnen ook wel direct verder gaan trouwens. Kijk dan eens. Er rijdt hier wel mooi materieel in dit scenario in ieder geval. Daar ben ik wel blij mee. Nou, straks mogen we 140. Even kijken. De video die we nu doen, de komst die nu komen, die is van toen we vanuit Amsterdam naar Rotterdam reden met de gerepainte ICNG in de kleurstelling van de Vira. Dat was op zich wel een leuke. Ik heb er twee opmerkingen tussen zitten van Frederik. Dat is een Franse jongen. Die een heel wat aantal grote comments had geplaatst in het Frans. En die ik niet helemaal ga opnoemen in ieder geval. Maar wel heel erg bedankt voor jouw comment in ieder geval. Maar ik kan er niet heel veel mee, sorry. Ze zijn echt, echt heel erg lang. E. Stoffel Zelstra. Niks meer te kiezen. Ben helemaal leeg. dit was een dure mislukking van 320 miljoen. Ja, dat zal, als het zo zou zijn geweest, dan wel inderdaad. Ja, dat klopt. Maar dat vind ik irritant. Dit. Kan ik dit? Ja, mooi. Oké, dit is beter. Dan heel erg weer geknippen tussen ons verder 139. Daar kan ik echt helemaal niet zo goed tegen. Oh, Benelux bende. Alright. Even kijken. Busje 35. Leuke rit. Vira boefje is geslaagd. De repaint is inderdaad echt wel geslaagd. Inderdaad. Daar ben ik op zich wel met jou eens. René Hubbels, liefjes, goed slash leuk gereden met de gerepinte ICNG of de HSL van station Amsterdam Centraal naar station Rotterdam Centraal middels tussenstop, station Schiphol Airport. Je was overal keurig net op tijd, alleen vond ik het wel heel erg apart met de firm die naar Maastricht ging, die zo heel langzaam wegreed van het perron. Ook wil ik je heel erg veel succes wensen in het gaatje vullen van je verstandskies. Plus het uittrekken van je verstandskies. Ik kijk uit naar je volgende scenario. Ja, nou over gesproken René. Hoe heet dat? Deze video is opgenomen op... Welke datum hebben wij vandaag? Even koekeloeren. 2 oktober. En ik moet... 5 oktober moet ik naar de kaarsrug om de verstandskies aan de linkerkant te laten verwijderen. Het vullen van de gaatjes is in ieder geval helemaal pijnloos en prima gegaan. Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Dus alleen nu neem ik zoveel mogelijk video's van tevoren op. Omdat ik het natuurlijk niet... omdat het toepraten wel vrij lastig was. Gek idee, had nog onder gereageerd. Dat had met Tracing Rate zelf te maken. Dan kan ik namelijk niks aan doen. Kan namelijk zijn omdat hij op een wissel stond. Ja, maar het was verder ook geen probleem voor het scenario dat hij even een keertje vastliep. Dus dat is niet zo heel erg. Jason, bij 33 minuten 48 bij dit bordje
moet je de stroomschakelaar uitzetten en niet gewoon in neutraal zetten, want bij sommige bruggen je ook enkel de stroomschakelaar uitzetten. Oké. Dus bij een, dus ik moet de volgende keer eigenlijk gewoon de hoe heet dat? De dingen uitzetten. De snelschakelaar, I guess. Alright, we komen in de buurt van station Dordrecht-Zuid. Dus we halen even een tractie ervan af. En dan gaan we zo meteen eventjes remmen en zo. Oh, is hier niet zo'n zo'n verkenbordje? Nou, leuk is dat. Nou, dan rem ik zelf wel. Oh, hier is het verkenbordje pas. Oké. Kan nogal een laat verrembordje zijn, vind ik hoor. Dames en heren, het volgende station is station Dordrecht-Zuid. Ik moet even een beetje het gedrag van de remmen in de gaten houden. Ik ben niet helemaal zeker hoor, maar het leek wel alsof als je remt en je minder remkracht geeft, de remcilinder of de het remreservoir niet heel veel verandert. Moet ik even in de gaten houden. Bijzonder. Nou, we zetten hier onze trein even netjes stil. Ding. Oké. Even kijken, zijn we hier op tijd? Oh, we zijn hier ruim op tijd, dat is wel fijn. Even kijken, dan hebben we Margaritis. Leuk gereden, wanneer ga je weer op de vrachtwagen rijden? Nou, dat heb ik net al een beetje gezegd. Zodra ik tracker yard terugkrijg. Of ik moet misschien met de muis om me heen kijken. Dat zou ook nog wel kunnen. Dat ik de muis moet gebruiken om me heen te kijken. Dat is ook nog eventueel een optie, denk ik. Oh, de deuren gaan weer dicht. En we mogen weer. Oh, geinig, hij geeft nu 80 aan. Oké. Alleen maar beter. Dan weer sneller morgen. Zo. Kunnen we even uit laten rijden, denk ik. Jesse de Groot, de oude Vira rijdt sinds enkele jaren in Italië. Oh. Jeetje mina. Die kwam vrij onverwachts. Die kwam in een keer redelijk onverwachts uit de hoek kijken. Maar goed, ik heb op tijd gereageerd, denk ik. Anders waren we nu wel redelijk stil aan het staan, denk ik. Zo. Niels Jortsma zegt nog, leuk gereden, bliefjes. En Tycho, gaaf om eigen repaint te zien op andere kanalen. Repaint geslaagd als ik het zo zie. Ja, dat is inderdaad zo. Theo de Man, ik hoorde op Spoorwegen TV dat de ATB gaat... dat de ATB verwijderd wordt. De treinen worden omgebouwd met ERTMS. Nou, dat klopt inderdaad. Want ze zijn inderdaad op zoek naar, naar iets vervangends dan voor de ATB natuurlijk. Helemaal omdat het natuurlijk wel een vrij oud systeem is ook.
Dus het klopt inderdaad dat ze het wel zullen gaan veranderen voor ERTMS op den duur natuurlijk. Alright, wij komen nu in station Dordrecht komen we binnen. Nou, ik zal nu eens even kijken of ik een beetje gelijk erin heb, want ik ga dus nu wel aardig veel remmen en dan rem ik even wat minder. Of ik nu heen of terug ga, dat maakt op zich niet heel veel uit. Hij laat de remmen pas los op het moment dat ik ze ook echt loslaat. Dat is wel gek. Misschien dat nog niemand opgevallen is of zo, maar... Kijk, want als ik nu meer ga remmen, hij gaat wel meer en meer, maar als ik terug ga... Dan remt hij verder niet terug of zoiets dergelijks. Ik ga nog even een stukje verder vooruit, want ik heb niet het hele perron in gebruik volgens mij, maar... Zo. Ja, meer dan dat kan ik ook niet echt in gebruik nemen. Het lijkt nu wel net alsof de ATB uitstaat, maar dat is niet zo. Dus dat denk ik, want hij staat waarschijnlijk op 40 nu. Nou, ik ga ervan uit dat hij op 40 staat, zal wel met een lichtinval te maken hebben. En hoe lang moeten we hier stilstaan? Tot 10 uur 5. Nou. Ga even lekker naar de buitenkant heen. Doe even nog de panden omhoog. Hoppakee. Staat hier wel in ieder geval heel veel mooi open materiaal. Dat moet ik wel even nageven. Eens even kijken. Dan hebben we nog een comment van Theo de Man. Ik hoorde... Nee, dat hebben we net gehad trouwens. We fade to black. Vira, NS wants to know your location, lol. Ik denk dat die naam wel heel graag willen vergeten. Ik denk het ook inderdaad wel, ja, dat ze die naam het liefst zouden willen vergeten. Zo, die zien dat naar 40. Nu wel trouwens. Speeding. Oké. Oh ja, ik was eventjes een... Ik was natuurlijk even te voorbarig met de ATB natuurlijk. Oh, die moet net stoppen. Mogen wij voor hem? Misschien wel. Dat wij meer privilege hebben dan hem. Dat mag. Zo. En dan mogen we zometeen... doorrijden naar Lombardije. Het is trouwens ook wel een mooi stuk om te rijden trouwens hoor. En dan is er meteen weer de mooie 140 km per uur die we mogen rijden. Noël die vraagt nog, kan je de route en scenario's downloaden en als je treinen meer koopt, dat alles goed wordt geladen? Ja, net zoals wat er onder de video wordt gezegd, als je alles volgens de handleiding hebt gedownload, dan zouden de routes inderdaad goed moeten functioneren zonder enig probleem. Dus dan... moet dat inderdaad allemaal in één keer goed gaan. Maar ook alleen dan. Nou, volgens mij rijden we nu een beetje op het Intercity spoor. Tenminste, zo lijkt het. Dus even kijken, hoe was de briefing ook alweer? Ja, het is wel een sneltrein, hè. Dus, dan wil ik vooral snel blijven gaan. Wel een heel druk sporen net en dat soort dingen, dus wel donders mooi dat het zo kan.
Oh, dat is weer een Thaliesje. Oh, wacht even. Je had vroeger natuurlijk, als dit echt vroeger, als ze zijn de vroeger is, dan had je natuurlijk nog niet de HSL volgens mij, hè? Die bestond toen misschien helemaal niet. Dus misschien dat daarom de HSL nog, of dat daarom de Thalys hier reed. Ik vind het altijd wel mooi als ze wat, als zij wat, hoe heet dat maken? Wat scenario's die gebaseerd zijn op vroeger, dat maakt altijd wel een stuk leuker. Ik denk wel dat ik misschien Mark even een berichtje wil sturen. Tenminste, dat is degene die over deze log gaat, die het script heeft gemaakt. Mark, even kijken, het valt mij op dat als je remt met de... Oh, ja, met de 1800 en je laat de rem wat losser, dat de remkracht dan hetzelfde blijft. Hoort dit zo? Of ligt het aan mij? Ligt het luchtbed? Nee. Ligt het aan mij? Zo. Ik stel gewoon live even een vraag, wat maakt het uit? Kan allemaal. En volgens mij gaan we nu langs Barendrecht, dacht ik. Is het Barendrecht? Volgens mij heet dat toch zo, dacht ik. Even kijken. Ja, dat is Barendrecht inderdaad. Mooi onder de tunnel door. Hebben we het licht er niet aan ofzo? Oh, hebben we wel. Oké. Okay. Dit lijkt me toch wel mooi. Even een drive-by vanuit hier binnen. Gewoon voorbij je shares in die handel. Misschien dat ik zo meteen wel kan laten zien wat ik bedoel met die remmen. Nou, eens even kijken. Volgens mij nu zo meteen wel het beste rem inderdaad. Kijk, als ik hem dan nu zet op... Ja, heel veel op 80 en ik laat hem dan ietsje los en ik ga naar 60. Je ziet die remkraan, zie je niet op of aflopen. Hij blijft nu gewoon hetzelfde remmen totdat je hem volgens mij loslaat. Dus dat vind ik een beetje, ja, bijzonder denk ik. Anyway, het volgende station is station Rotterdam-Lombardijen. Nou, met 40 naar binnen rijden is natuurlijk prima. Beste denk ik dan gewoon aan het, 4-6. Ik denk dat als we dit bordje een klein beetje voorbij gaan, dat het dan wel prima te doen is voor de mensen. Zo. Nou,
WK-ontbijt. Je dagelijkse portie vers voetbalnieuws. Oké. Okay. Heel bijzonder. Even deze wil morgen natuurlijk. Poink. Waarom doen we dat? Gewoon dat kan. Wel lekker rustig hier in Lombardije. Al zeg ik het zelf. Nou, als we hier zometeen klaar zijn, dan mogen we nog naar de Rotterdam Blaak. En daarna nog naar Rotterdam Centraal Station. Dus. Mooi stukje rijden in ieder geval, dat weet ik wel. Oh. Dat ziet er leuk uit. Nou, doei hè. En hier zit nog het schild van Leeuwarden op. Dat maakt het ook even leuk. Alright. Terug de cabine in, want de deuren gaan dicht. Ting dong. Zo, vol tractie richting Rotterdam-Blaak. Ook nog leuk dat we even een SGM'tje voorbij zien komen. Straks mogen 130. Nou, ik zou ook kunnen zeggen van ik zet hem alvast even op 130. Who cares? Ik moet er straks toch remmen. Zo een mooi duikvluchtje naar beneden nemen om vervolgens naar Rotterdam Blaak te kunnen. Deze stations mogen we lekker overslaan. Lekker met volle vaart doorheen. Oh, oeps. Vergeet om de tweede pantograaf naar beneden te doen. Oh. Even remmen voordat de ATB lasten gaat doen. Lekker hobbelen in die tunnel. Het volgende station is station Rotterdam Blaak. Station Rotterdam Blaak. Ik zag ook ergens een Benelux hier doorheen rijden. Oh, leuk. Komt het tegelijkertijd aan. Dat is altijd fijn.
Dat is eigenlijk wel een leuke scène. Alleen een soort tramseintje lijkt dit. Deze scène zijn op de weg wel leuk. Oeh. Deze heeft een... wat staat hier op? Amersfoort. Cool. Ah, dat is ook eens een keer wat anders om zo'n rode... wat is het? Een rode 1800 erachter te hebben. Laat je tyfoon horen in de tunnel. Hey, mag die Jopie al eerder weg dan wij? Oh nee, wij mogen weg. Alright. Oh ja, we moeten wel eens even de snelheid in de gaten houden. We mogen nu nog 80. Zo. En daarna 60. Oh. We mogen nu 60 al. We moeten de ATB goed in de gaten houden, hè? Ook wel lastig zo te zien trouwens, die... Nou, dat was zometeen 40. Zo. Dames en heren, het volgende station is station Rotterdam Centraal. Eindpunt van deze trein. Jullie worden allemaal verzocht, vriendelijk verzocht om uit te stappen. Dames en heren, het volgende station is station Rotterdam Centraal, eindpunt van deze trein. Zo, dames en heren, dat was het scenario voor vandaag met deze mooie 1846 waarmee we hebben gereden. Ik hoop dat je de aflevering leuk vond. Zowel doe even een blauw duimpje omhoog als tevens een leuke comment voor de volgende keer. En als je graag meer van de aflevering wil zien, kun je het abonneren op dit kanaal. Nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende episode. Tot ziens. Dag.